Vanzelfs dat ik de hielperkemer een plak krijgt in het Nije Friesk Museum in de Ljouter Binnenstad. Maar neffens Frank van der Velden van het museum wie de stielkemer stoffig worden en posten net echt meer in deze tijd. Hij vroeg de Duitse kunstenaar Joan Bock voor een drastische upgrading. Kunstenaar uit Berlijn, echt in Europa een van de belangrijkste mediakunstenaars die er zijn. En hij heeft een hele bizarre wereld in zijn kunst bedacht. En dus we dachten, we nodigen hem uit. We geven hem de Hinderlopen Kamer, die een eigen waarde heeft. En we laten hem daar zijn gang mee gaan, zodat wij nooit meer op dezelfde manier naar de Hinderlopen Kamer zullen kijken. De kunstenaar uit Berlijn staat bekend om zijn vaak confronterende videowerk met gouden chockerende beelden. Voor het Friesk Museum bouwde Bock aan de stielkamer een extra ruimte en filmen in beide kamers het horrorverhaal van een hielper echtpaar en haar huishoudster, die op een grauwelige wijze om het leven gebracht wordt. Het is echt onappetitelijk, daar heeft u helemaal gelijk. Het wordt straks volgens mij wel een magisch tafereel, want we hebben tijdens de opnames was hier natuurlijk filmverlichting en het ging helemaal leven. En zijn filmproduct, zijn videoart, is hier als een echte begin. Absoluut, ja. Er komt hier gewoon een beeldscherm, een stoeltje, daar kunnen mensen op gaan zitten. Het wordt een lange film, het is een echte speelfilm. Maar dan wel voor 18 jaar en ouder. Ik ben bang van wel, ja. Met de nieuwe ompak bezoekt het museum de historische kamer ook voor de moderne museumbezoeker meer toegankelijk te maken. En het feit dat wij hier nu staan en dat we het erover hebben, vind ik wel leuk. Want dat betekent wel dat die Hinderlopen Kamer, want daar gaat het om, nu eindelijk weer eens in de belangstelling staat.